Welkom bij de projectvoorstelling Sint Vincentius in Meulebeke. Ik ben heel blij dat we eens op locatie mogen filmen. Het is wel ijskoud. Meneer de burgemeester, het is een koude dag om Meulebeke beter te leren kennen. Maar wat maakt van Meulebeke nu een topgemeente? Wel, ik wil misschien nog onmiddellijk corrigeren dat Meulebeke wel een warme gemeente is om hier te wonen. Op vlak van, wij dragen zorg voor de mensen van jong tot actieve bevolking uiteraard, maar ook voor de senioren. En dit maakt het denk ik wel aantrekkelijk dat we aandacht hebben voor iedereen en dat we zorg dragen voor iedereen. Ja, hier waren redelijk wat oude mensen, want er stond een rusthuis. Ja, klopt. Er waren hier vroeger 96 mensen gehuisvest voor die een goede zorg kregen in het Sint-Vicentius wooncentrum. Deze zijn intussen verhuisd hier op wandelafstand vandaan. Maar deze site is toch wel een unieke site. Naast de vele bouwontwikkelingen en projecten hebben wij hier een uniek bouwproject. Waarom? Van het bestuur zijn wij uiteraard ook vragende partij. Wij staan ervoor. We weten dat 25% van onze bevolking ouder is dan 60 jaar. We moeten ook zorg dragen voor die generatie die gewerkt heeft voor ons en zorgen dat zij ook een mooie locatie en een aangename locatie kunnen vinden in onze gemeente en die kunnen blijven wonen althans. Maar vooral die mix van jonge mensen is belangrijk omdat wij willen werken aan de groei van onze bevolking. En om een goed evenwicht te vinden moeten wij zorgen voor jonge gezinnen en uiteraard zorg dragen voor de senioren ook. Ook interessant voor jonge mensen is natuurlijk het verlaagde btw-tarief van 6%. En dat geldt voor deze site? Uiteraard door het feit dat er in het verleden een woonzorgcentrum was. De sloop is gebeurd 80 vorig jaar. En dat maakt met de nieuwe regelgeving dat ook jonge gezinnen het voordeel kunnen halen uit die 6%-regeling. Ik denk dat dat zeer goed zal gesmaakt worden. Ik voel dat iedereen tevreden is met dit project. Ja, dat klopt. Het is dicht bij het centrum, op wandelafstand van het centrum. En er zal een mooi groen kader aanwezig zijn in deze omgeving, vlakbij de scholen voor jonge gezinnen, maar ook voor senioren, vlakbij de instelling hier vlak tegenover. Dus ik denk wel dat het een aantrekkelijke plaats is. Waarom moeten mensen nu naar Meulebeke komen wonen? Maar Meulebeke is een landelijke gemeente en heeft toch zeer veel faciliteiten op sportief vlak. We hebben een heel mooi recreatiecentrum Terborgt. Ook een zeer sterk verenigingsleven. Dus mensen die geëngageerd zijn, kunnen hier genieten. We zetten ook in op veiligheid. En die landelijke gemeente zal ons ook wel de mogelijkheid bieden om mensen die graag wandelen, met de fiets op stap gaan. Dus we zorgen ervoor dat het een aangename, warme gemeente is. Veel troeven en een positieve burgemeester. Ja, wij doen ons best iedere dag voor onze inwoners. Welkom in het tropische Meulebeke. Ja, tropisch. Is dat hier altijd zo koud in Meulebeke? Nee, het is een uitzonderlijk koude dag vandaag. Ja, je hebt er echt wel een goede dag uitgekozen. Ja, inderdaad. Maar ik ben wel benieuwd. Het is een hele mooie site. Hier komen heel veel woningen en appartementen. Ja, hier komen een dertigtal woningen in drie verschillende stijlen. Modern, hedendaags en pastorie. En naast deze 30 woningen worden ook een 70-tal appartementen gebouwd in drietal fases. En welke fase zitten we nu? Fase 1 is bijna voltooid. Deze appartementen zijn ook grotendeels verkocht en worden opgeleverd na het verlof 2021. Intussen zal ook gestart worden met de bouw van fase 2. Dag Nicolaas. Dag Cilia. We zitten hier al een stukje warmer in het Flaming Business Center in Tielt. Het is hier iets beter. Ja. Dus echt jouw thuisbasis hier. Klopt. Je uitvalsbasis. Je bent bestuurder van Flaming Vastgoed. We hebben het gehad, of we zijn samen bij Sint Vincentius geweest in Meulebeke. En nu vandaag gaan we het hebben over de lancering van de tweede fase. Hoe zit het daar juist mee? Wel, de eerste fase van de appartementen, dat was eigenlijk genaamd de Nieuwe Kapelle. Dat is zo goed als uitverkocht, dus wordt het tijd om de tweede fase op te starten. De tweede fase zal bestaan uit een 28-tal appartementen. Belangrijk hierbij is dat dit, in tegenstelling tot de Nieuwe Kapelle, bestaat uit twee residenties. Waarom is gekozen voor twee residenties? Omdat dit een opener gevoel geeft op de site. En bovendien worden het allemaal hoekappartementen, waardoor er zeer grote terrassen beschikbaar zijn. Grote terrassen en er is dan ook veel groen, veronderstel ik? Er is zeer veel groen. De terrassen kijken eigenlijk uit op het park, waar ook een vijver is aangelegd, wandelpaadjes. Dus het is zeer aangenaam. Hoe worden de appartementen ingedeeld?
De indeling van de appartementen is divers. Er is ook nog zeer veel keuze van indeling. Standaard is voorzien, er komen een 6-tal 1-slaapkamerappartementen, 19 2-slaapkamerappartementen en enkele 3-slaapkamerappartementen, waardoor er veel keuzemogelijkheden is voor de koper. En de prijzen, hoe zit het daarmee? Prijzen variëren. Voor een 1-slaapkamerappartement starten wij op 195.000. Voor de 3-slaapkamerappartementen gaan wij tot €400.000 exclusief kosten. Wat zijn nu de grote troeven van dit project? De grote troeven van dit project is enerzijds de nabijheid bij het centrum van Mullebeke. Het is een 5-tal minuten wandelen tot het centrum, dus alles is zeer goed bereikbaar. En toch zit je midden in het groen. Het park die erbij hoort, geeft je echt een landelijk gevoel. Een tweede grote troef, die zeker het vermelden waard is, dat is de samenwerking met GVO. Waardoor op de site eigenlijk levensbewust en levenslang wonen wordt benadrukt. Hoe dan? Wel, voor bewoners van de site is er een samenwerking met GVO, waardoor zij in feite kunnen gebruik maken van de zorg op maat. Dus stel dat zij 2 maal per week een kinesist nodig hebben, dan kan dat. Dat is eigenlijk wel heel praktisch. Zeer praktisch. Maar de site is ook heel aantrekkelijk voor jonge mensen? Zeker. Mullebeke is een levendige gemeente. Er zijn tal van sportactiviteiten mogelijk in Mullebeke. Ik woon zelf in Mullebeke, dus ik kan u verzekeren, het is aangenaam wonen. Als mensen nu interesse hebben, waar kunnen ze terecht? Zij kunnen terecht uiteraard in ons kantoor in Tielt, waar wij alle uitleg kunnen verschaffen. Er wordt ook een modelappartement voorzien in de nieuwe kapelle. Die zal afgewerkt zijn op het moment dat wij starten met de tweede fase. Waardoor mensen een perfecte indruk kunnen krijgen van de afwerkingsgraad. En wanneer start de tweede fase? De start is voorzien zomer 2021. Het bouwproces zal een 2-tal jaar duren, dus oplevering wordt verwacht zomer 23. Iets om naar uit te kijken. Zeker en vast. Dank u wel voor de leuke babbel.